Vroeger, ja, was het toch altijd een beetje een ondergewaardeerd beroep. Je was maar een automonteur of je was maar een loodgieter. En nu komen ze mensen tekort. De gemeente komt met een pakket aan maatregelen om mbo-opleidingen aantrekkelijker te maken. In onder meer de bouw, het onderwijs, de zorg en de kinderopvang kampt de stad met grote personeelstekorten. Toch kiezen jongeren nog te weinig voor een vakopleiding. De roep om loodgieters, om heel veel andere vakmensen is gigantisch. Met name ook vanwege de maatschappelijke opgaven die we hebben, de energietransitie en ook heel veel andere opgaves. Dus ik denk dat de noodzaak er is. En wij willen daar graag als gemeente ook aan bijdragen door die opleidingen nog aantrekkelijker te maken. Maar wat heel belangrijk is, is de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het mbo. Want daar zit volgens mij heel veel winst te behalen. Het bedrijfsleven wil deze mensen hebben. Het bedrijfsleven is bereid om te investeren in deze mensen. En dat kunnen we bij uitstek doen via het mbo. Dus laat zeggen dat het de jaren... zes geleden dat ik voor het laatste stagiair heb gehad. Ik heb de laatste paar keer heb ik het ook af moeten wijzen, omdat ik niet zelf genoeg mensen had om die persoon te begeleiden. Door de personeelstekorten ontstaat een vicieuze cirkel. Want de stages zijn juist cruciaal voor het goed opleiden van toekomstig personeel. Om het aantal stageplekken in de stad te vergroten, denkt de wethouder onder andere aan meer simulatieplekken. Hallo, goedemorgen. Waar de realiteit wordt nagebootst met behulp van acteurs. Zoals al langer gebeurt in het voormalige Slotervaartziekenhuis. Is dan de toekomst dat een stage alleen nog maar een simulatie wordt? Nee, het is ook een simulatie. Er zijn ook genoeg andere plekken in de stad waar wel degelijk ook stagebegeleiding is. Die bedrijven die zijn er ook. Maar ik begrijp een kleine ondernemer ook heel erg goed. Want je moet natuurlijk proberen en de zaken draaiende te houden en te begeleiden. Daar willen we ze als gemeente graag bij helpen samen met de ROC's. Dat is ook wat we gaan doen. Want uiteindelijk zie je toch dat een groot deel van de stageplekken worden in Amsterdam toch geleverd ook door MKB'ers. Maar daar waar het begint te schuren, denken we graag mee met deze ondernemer. Want zou je het leuk vinden om stagiair te begeleiden? Ja. Ik heb wel vaak genoeg gedaan. En jongens vinden het ook leuk, weet je, als het een beetje in het team past. Altijd leuk. Ja. Weet je, als je dan iemand ziet die het gewoon naar zijn zin hebt en er nog wat voor opsteekt.